Ik heb gehoord, je hebt dialoogavonden georganiseerd. Maar wat is dat? Een dialoogavond gaat over mensen met elkaar in gesprek brengen. En hoe je in diverse leeftijden en onder diverse omstandigheden het isolement doorbreekt en het contact met je omgeving goed houdt en ook uit kunt bouwen. De gesprekken zoals we die voeren, die gaan bijvoorbeeld over heel simpele dingen. Zoals bijvoorbeeld relaties hebben, maar ook als ik moet herstellen. Waar vind ik dan nog mensen waarmee ik een gesprek kan voeren? Omdat veel mensen die werken, waardoor deze overdag de samenleving nogal leeg is. En dan toch een soort steunsysteem vinden om weer verder te kunnen of om herstel te vinden of om mogelijkheden om weer aan de slag te kunnen te vinden. Hoe gaat zo'n dialoog in zijn werk? We zijn begonnen met het aanbieden van een aantal thema's. Bijvoorbeeld nieuwsgierig blijven. Wat maakt jou blij? Maar hele normale onderwerpen eigenlijk. Hele normale onderwerpen, maar er zit heel veel in. En dan verder is het ook zo dat op een gegeven moment we ook gevraagd hebben aan de deelnemers, welke onderwerpen hebben jullie nu behoefte aan? Eenzaamheid kwamen ze mee. Isolement. Relaties. Hoe krijg je ze? Hoe onderhoud je ze? En Wat betekent dat voor mijn mens zijn? Maar in principe kan de dialoog gaan over alles wat mensen bezighoudt. Ja, eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer. Hoe komt een mens op het idee om zoiets te beginnen? Ik ben een tijd ziek geweest. En toen wilde ik aan mijn herstel werken en aan participatie in de samenleving. Heel vaak als je ergens uitgaat, je wordt bijvoorbeeld werkeloos of je wordt ziek of wat dan ook. Dan is het eerste waar je niet aan denkt is, wat heb ik in huis? Heb ik nog goede eigenschappen? En kan ik daar wat mee in deze tijd? Als mensen meer info willen, wat is het e-mailadres? Het e-mailadres is irmavandenhondel@gmail.com. Daar kan men meer info krijgen.